deze app kan je gebruiken als je van oude films houdt. Of je bent een oud persoon en je wilt gewoon de films kijken. Dat kan je doen. Yo, what's up? Het is je boy Glenhoofd en vandaag heb ik goed nieuws, denk ik. Ik heb ooit een video gemaakt waarin ik 5 sites liet zien voor gratis films te bekijken. En die werd heel goed ontvangen. Ik kreeg meer en meer vragen van, yo, maak eens een video voor apps, you know. Want ik zit alleen op mijn gsm of ik heb geen pc. Dus ik dacht bij mezelf, oké. Ik ga een keer research doen. Ik ga eens kijken naar apps voor films. En ik kan jullie nu al mededelen dat het een beetje moeilijk was. Want er waren niet zoveel goede apps. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik heb een selectie kunnen maken. Dus ik zou zeggen, like deze video. Deel deze met je matties die ook skeer zijn. En ga me volgen als je meer van zulke video's wilt. Bad bitch, waarom doe je savage? De allereerste is Plex. Deze kan je op Apple, op iOS, iOS, op Apple en Android gebruiken. Ik kan nu al mededelen, er komen heel veel advertenties in voor. Tijdens het bekijken, tijdens het zoeken van films. Maar als je niet wilt betalen, moet je het maar accepteren, denk ik. Of een VPN gebruiken, wat ik straks ga mededelen. Je komt heel veel oude films tegen. Nieuwe films kom je niet tegen, wat jammer is, daarom dat hij ook op nummer 5 staat. Je komt heel veel Amerikaanse series tegen, maar ook wel de oudere versies. Deze app kan je gebruiken als je van oude films houdt. Of je bent een oud persoon en je wilt gewoon de films kijken. Dat kan je doen. Bad bitch, waarom doe je savage? De volgende is Filmzy. Ik hoop dat Filmzy is, you know. Deze kan je ook op Apple en op Android gebruiken. Deze heeft ook een tering veel advertentie gebruik. Ik weet niet, nee, dat was fout, een wat foute zin. Op deze app vind je heel veel advertenties. Meer advertenties dan films. Maar ik denk dat je dat gewoon erbij moet pakken. Het is een app, you know. Je betaalt er niet voor. En op deze app kan je ook heel veel oude films tegenkomen en Amerikaanse series. Deze twee apps kan je vergelijken met elkaar. Er zijn geen ondertitelingen, geen Nederlandse films, bijna. Het is gewoon een beetje. Bad bitch, waarom doe je savage? De volgende is HD Movies. Dat is op Android en op iPhone is het HD Movies Box. Deze twee apps kun je met elkaar vergelijken. Ik heb alle apps opgezocht op mijn Android telefoon. Want ik was bang dat ik een virus ging krijgen. En tot nu toe heb ik geen virus. En ik heb die app al een week lang op mijn gsm staan. Dus we zijn safe. Die twee apps kun je met elkaar vergelijken. Je komt heel veel nieuwe films tegen. Ook oude films. En tijdens het zoeken van films kom je ook natuurlijk ads tegen, wat weer jammer is, maar ja. Een nadeeltje eigenlijk is, alle films die op die app staan, zeg maar, die staan ook gewoon op YouTube. Dus eigenlijk, als je een film wilt bekijken, je kan het daar zoeken en eindstand kan je het op YouTube verder bekijken. Wel met heel veel advertentie heb ik gemerkt, maar ik heb nog een goede top app, je weet niet. Bad bitch, waarom doe je savage? De volgende is Prime Movies. En deze is alleen maar op Android. Ik heb zitten zoeken een alternatief met hetzelfde, maar ik kom op niks. Ik kon niks vinden. Veel ads, standaard, you know. En het interface van die app is echt lelijk. Ik weet niet waarom. Ik denk dat het gemaakt is door een klein kind. Maar ik hou niet van die app. En ook, net als de vorige, alle films staan ook op YouTube. Wat super vaag is. Niet elke film heeft een Engelse. Laat me zeggen, als de film Engels gemaakt is, het kan ook zijn dat het in Japans vertaald is of in een andere taal. Er zijn geen ondertitelingen, wat ook weer super jammer is. De volgende is veel beter. You know, let's go. Deze video is mede mogelijk gemaakt door Surfshark, de VPN. Met Surfshark VPN zijn je onder andere veilig tijdens het surfen op je PC, smartphone. Normaal gezien PlayStation ook. Ik heb geen PlayStation, maar normaal gezien ook. En tijdens het maken van deze video heb ik ook Surfshark VPN aangezet. Om zo min mogelijk advertenties te zien. In de stukjes die je ziet heb ik het uitgezet. Zodat jullie ongeveer een beeld krijgen. Wanneer dat je een advertentie kunt verwachten. Maar eigenlijk als ik zelf een film kijk op mijn PC, op mijn smartphone of waar dan ook, zet ik vaak Surfshark aan. Want dan ben je ook veilig. Wees gewoon safe. Je kan dit ook gebruiken als je in Turkije zit of in Amerika. En je wilt super graag toch nog een Vlaamse of een Nederlandse film kijken. Kan je je locatie veranderen naar België of naar Nederland. En dan kan je gewoon die Belgische of Nederlandse.
kansen. Films kijken. Op dit moment krijg je namelijk 83% korting plus 3 maanden gratis. Dat is alleen maar geldig als je een abonnement aankoopt van een jaar. Dus dat betekent dat je in totaal 15 maanden krijgt voor nog niet eens 50 euro of zo. Ze hebben ook nog andere abonnementen van een maandje of van een half jaar. Bij een half jaar krijg je ook nog korting, maar bij een maandje niet. Dus ik zou zeggen, yo, koop gewoon dat van een jaar. Je betaalt misschien 1 of 2 euro per maand dan. Dit is niks. Je kan het ook gebruiken als je Netflix hebt. En je woont in België, zet je VPN aan. Ga naar Amerika. En ik zeg je, je hebt veel meer films. Je hebt zelfs iCarly. Ik ben nu in de mood om iCarly te kijken. Alleen nu niet, maar als ik in mijn bed lig, kijk ik gewoon iCarly. Oh, ik ben echt een kind terug. Ik zou zeggen, check de link in mijn beschrijving en we gaan dan verder met de video. Babbage, waarom doe je savage? En de volgende is Keyflex, I don't know hoe ik het moet zeggen. En advertenties? Yes, of course. Natuurlijk zijn er advertenties. Dit is de beste app die ik tot nu toe heb gevonden. Hij heeft een heleboel films. Nieuwe films, ook gewoon nieuwe films. Ik heb Scooby-Doo gekeken daarop. Het bleef wel hier en daar aperen. Ik weet niet of dat aan mijn verbinding lag of aan de app zelf. Maar ik heb wel Scooby-Doo kunnen kijken, you know. Oh, ik ben 22, ik kijk naar kinderfilms. Er zijn heel veel nieuwe films, maar ook de kwaliteit zakt. Dus je kunt geen films kijken in 4K, in 1080. De meeste films zijn gewoon in 720. Ook al zeggen ze het is 1080, het is gewoon 720. Je kan er niet omheen gaan. Het is gewoon 720. Babbage, waarom doe je savage? En onder de video die ik gemaakt heb van 5 sites, kwam ik er eentje tegen die zei dat Streamio een goede app was. Die app kun je dus gebruiken op Apple en Android. Alleen wat er heel vaar is aan die app is, zeg maar, je kan een film zoeken of een serie bekijken. Alleen de dingen stuurt je altijd door naar de originele website. Of ja, laat me zeggen, je wilt Mandalorian kijken, dan gaat die app dus doorsturen naar Disney Plus. In de app zelf kan je ook uTorrent downloaden. Pirates, iets met piraten, ik ben de naam vergeten. Maar ik raad het af, oké? Okay? Alsjeblieft, klik daar niet op, want dat zijn sowieso virussen die je op je telefoon kunt krijgen. Je hebt inderdaad wel heel veel keuze, maar je wordt gewoon altijd weggestuurd. Babbage, waarom doe je savage? En de allerlaatste app vind ik de beste app die er bestaat. Ik heb dit ook gezegd in mijn vorige video van top 5 sites. Want deze app kan je namelijk op je PC zetten, op je gsm. Ik heb het ook gewoon net op mijn Android gezet. Geen problemen. Alleen net. Een week geleden heb ik dat gezet. Ik vind het veel beter dan Netflix. Je hebt gewoon alles. Je hebt van Disney+, Netflix, Amazon, Amazon Prime of Amazon Movie. I don't know. Vroeger was het heel slechte kwaliteit. Nu is het veel beter. Je hebt Nederlandse ondertiteling. De meeste Engelse films zijn ook gewoon in het Engels. You know. Je komt wel geen Nederlandse films tegen. Geen advertenties, alleen zeggen ze wel in die dinges van yo, je hebt een VPN nodig, dit, dat. Ga niet in die VPN van hun. De reden waarom dat ik dat zeg, je betaalt iets blut gewoon. Als je die Surfshark gebruikt, niet elke land werkt. Dat heb ik ook al gemerkt. Als je naar Amerika gaat, is de kans ook groot dat het niet werkt. Dus je moet gewoon een ander land proberen. En er is een land dat wel gaat werken. Dat is bij heel veel dingen zo. Dat is ook op Omegle. Als je op Omegle gaat en het werkt niet, ga gewoon naar een ander land. En er zijn landen bij waar het wel in werkt. Er is ook een mogelijkheid om films te downloaden. En Popcorn Time staat niet in de App Store. Houd er rekening mee. Ga die niet downloaden in de App Store, want dat werkt niet. Ken je zelf een betere app? Laat me weten in de comments. Misschien dat ik een 2.0 kan maken dan. Laat me weten wat ik de volgende keer moet doen. Want ik merk dat jullie deze video's wel leuk vinden. Alleen ik wil dat niet te vaak doen. Dus ik zou zeggen, like deze video. Deel hem met je vrienden. Het zou ik super tof vinden. Zo help je mij ook. Zo help je Matties ook. Je mag abonneren. Ik zou het super tof vinden. Dan gaan we zo naar de 5K. Volg me ook op Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, Facebook. Dat dood is. Ik zou zeggen, Babbage, waarom doe je savage? Vraag me af wat er mis is.